Marcelino Nerkus, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, VOLS, heeft gisteren wederom aan de bel getrokken omtrent de TWK-uitbetalingen aan de leerkrachten aangesloten bij de VOLS. Deze uitbetaling is deel van het financiële component van het herwaarderingsprogramma. Volgens Nerkus, met wie wij een telefonisch interview hebben gehad, heeft de organisatie vorig jaar voor het laatst een betaling ontvangen. Maar er is ook aangegeven van, kijk, die TWK is een deel van een primaire arbeidsvoorwaarde. Hè? En wanneer het gaat dus om primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, dan moeten we dus in contact treden met het onderhandelingsorgaan van de overheid, dus ja, Binnenlandse Zaken. Gaat het dus om een onderwijsbeleid, dan moeten we ons richten naar het ministerie van Onderwijs. En gaat het om vakbondsrechten, dan moeten we dus naar arbeid gaan. Dus wij hebben dus een, na intern dus dan besloten van, kijk, ik denk dat, dat we lang genoeg hebben gewacht. En dat het dus een, nodig is om ons in de pen te klimmen, om een brief te schrijven dus naar de minister van Binnenlandse Zaken. Laat me gelijk haasten om aan te geven dat we in januari dit jaar nog, tijdens een ontmoeting op het kabinet van de vicepresident, dat van de TWK al onder de aandacht hadden gebracht. Nerkus zegt verder dat zij tijdens dat gesprek de VP hebben gevraagd ervoor te zorgen dat die TWK uitbetaald wordt voordat andere groeperingen verbetering voor hun primaire arbeidsvoorwaarden. En dat is niet gebeurd. En nu zien we dus dat die groepen al op de stoep zijn van de regering en eind van de maand worden hun zaak gerealiseerd. Dus dat deel wat we nog moeten krijgen van die herwaardering, het is toch wel in orde wordt gemaakt nu. Dat is die TWK. Wat er nu aan de orde is, is dat die TWK moet worden, moet worden uitbetaald. En u weet, toen die herwaarderingsprogramma werd uitgevoerd, het financiële gedeelte, is dat gebeurd en, op twee momenten. Het eerste moment was de eerste fase, was eind april. En het tweede moment was de tweede fase, was eind mei. Ja? Dus we hebben dus dan twee groepen. Ja? Dus de eerste groep in de eerste fase hadden we dus een, die vierde graad, derde graad A, B en C en tweede graad C. Dus dat is dan eind april 2017 heeft dat zijn bestaan gehad. En eind mei 2017, die tweede fase, toen zijn dus andere groepen aan de beurt gekomen, dus een tweede graad B en A, als ook eerste graad, en die schoolleiders van basisonderwijs, VUJ-onderwijs en VUS. Hallo, Marcelino Nerkus, president van de Federaties van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, VOLS, over het uitblijven van de TWK-uitbetaling als onderdeel van het herwaarderingsprogramma.